We zitten op de rechterkant. Meer en meer centraal, want Skov Olsen komt naar binnen. Bedient de Kuiper. Een gelifte bal van de Kuiper. En dan Van Aken die nog Gaëtan Koeken probeert af te troeven. En dan nog bijna in slaagde ook. Nu Kou. En Van Aken die probeerde te onderscheppen. Hoeveel keer gaat het goed vooraleer het fout gaat? Skov Olsen is blijven zitten. En de medische staf van de club moet in actie komen. Dat zijn toch wat zorgen, want ja, een belangrijke pion. Als hij blijft. En een transfer target voor heel wat andere clubs. De komende weken en maanden. Of toch in ieder geval de komende weken. We zijn bijna een half uur ver hier in Jan Breijen. Best een interessante wedstrijd. Alleen ontbreekt een doelpuntje. Dat zou het allemaal nog interessanter maken. En die goal was er bijna. Gaëtan Koeken. We weten niet hoe hij het deed. Maar via de paal in zijn hoofd hield hij die bal uit het doel. Met een portie geluk natuurlijk. Maar het blijft wel 0-0. Ja, het is over en out hoor voor Skov Olsen. De Deen kan niet meer verder. Skov Olsen eruit en Mikael Skoras komt in zijn plaats. Thiago houdt Lavallee af. Dat is ons probleem eigenlijk. Inspanning van Buchanan en wil een strafschop, krijgt hem niet van Bert Put. Bolingoli kijkt alsof hij een fout heeft begaan. Hij duwt Buchanan een beetje opzij. Het been blijft ook nog wat hangen. Maar om nu te zeggen dat dit een 100% penalty is, dat dan ook weer niet. Buchanan gaat gretig neer. En ik kan me niet voorstellen dat de VAR dit ineens helemaal anders zal beoordelen dan Bert Put. Nee, een clear error is het niet. En nu is het wel prijs. Nee, club maakt het niet af. Het is Mats Rits die de 1 laat liggen. Al een keer of 6-7 kropen ze door het oog van de naald achterin bij KV Mechelen. En het moet vroeg of laat eens prijs zijn, maar niet in minuut 35. Schoofs. Een gooi. Dit is ambitieus, tussen twee bruggelingen wordt wel duidelijk in de rug gelopen. En dan komt er ook nog een gele kaart voor Maxime de Kuiper. Die een moeilijke wedstrijd beleeft. Twee Mechelaars die klaarstaan om deze vrije trappen voor hun rekening te nemen. Nicolas Storm en ook Rob Schoofs. En het is die laatste en hij kralt er hem in. Oh, fantastisch ingestudeerd nummertje. Even het schijnmanoeuvre. De voorzet die niet kwam, daardoor zette Mignolet dat ene stapje. En dat was er te veel aan. Schoofs trapt hem geniaal in de korte hoek. De Kuiper, Van Aken. Onyedika, een plaatsbal net naast. Hele mooie aanval en vooral het slotakkoord dat in de maak was. Was net niet goed genoeg, het scheelt heel weinig hoor. Inspanning van Nusa. 1-2 met Hans van Aken. Nusa, de save van Gaëtan Koeken. Eerste kans van de tweede helft. 1 minuut ver en niet toevallig Antonio Nusa. Het is een zeer gevaarlijke heerschap. Speel eerst op bij Onyedika. Club bijna doorlopend op de helft van KV Mechelen. Er is in principe nog tijd zat om deze situatie om te draaien. Onyedika, nee, Thiago, pardon. Claimt een penalty. Is er contact geweest. En heeft Bert Put een duidelijke strafschopfout niet gezien. Hij gaat kijken. Wat zegt deze herhaling? Hij wordt even aangetikt. Tja.
Bert Punt heeft gekeken naar het beeld. En wat doet hij? Hij heeft een strafschop. Club Brugge mag van op de stip proberen deze situatie weer in evenwicht te brengen. Thiago voor 1-1. En dat doet hij. De eerste goal van de Braziliaanse spits van Club Brugge in de Jupiler Pro League. Club Brugge verdiende al lang een doelpunt. Laat dat duidelijk zijn. Maar de manier waarop de strafschopper kwam, dat was vervelend voor KV Mechelen. Laten we het zo omschrijven. Vetlessen. Skoras. Draait weg van Lavallée. En viseert dan de korte hoek. Maar Koeken doet wat hij al de hele avond doet. Dat is namelijk goed keeper. Al een paar uitstekende reddingen. Storm. Kan KV Mechelen net zo efficiënt zijn in de tweede helft als in de eerste? Nee, dus voorlopig niet. Zelfs Mignolet bedreigen zit er niet meer in. Van Aken dan maar. Thiago. En op rechts is Skoras. Daar moet het naartoe gaan. Nee, Thiago ziet het niet. Tot ergernis van het thuispubliek. Maar de aanval nog niet afgeslagen. Vetlessen, Van Aken, volley. Het net trilt. Maar de Brusse kapitein trapt de bal in het zijnet. Vetlessen probeert zijn stempel te drukken op het aanvalspel van Club Brugge. Skoras komt steeds meer in de wedstrijd. Voor de rust had hij het nog moeilijk. Monier Dika. Van Aken met een hakje richting Nusa. En nu KV Mechelen dat misschien nog eens kan counteren. Hermans. En hier is Lauberbach. Lauberbach mag spurten. Is hij sneller dan Mechelen? Ja, hij snijdt hem de pas af en schiet hem dan niet binnen. Naast de goal. Naast de goal. Lauberbach met de kans op 1-2. Op een kwartier van het einde. Vrij trap, Club Brugge, de Kuiper. Tegen Storm. En Schoof zit er eerst bij. Hermans, uitbraak van KV Mechelen. Ze zijn met z'n vieren. Bij Club moeten ze terugkeren. Lauberbach heeft daarnet die rush gedaan. Nog steeds Lauberbach. Wordt aangetikt. En dat is dan een vrije trap. En KV Mechelen wil eens een kaart. Schoofs is heel duidelijk wat de kleur betreft. Maar dat is er natuurlijk niet. En het is wel een tweede gele kaart voor de Kuiper. En dus is het rood. Nog 2,5 minuut. Het is KV Mechelen dat nog aandringt in de hoop te scoren. En hier is er misschien nog wel een kans. Lauberbach trapt hem in het zijnet. Hermans weer achter de bal. Dit moet echt wel de laatste kans van de match zijn. In de 98e minuut van deze wedstrijd. Storm nog. Eén keer die bal voor doel brengen of hard trappen. Van Lerbergen, het schot dat net naast zoeft. Daar was nog de ultieme kans voor KV Mechelen om hier de volle buit te pakken in het Jan Breydelstadion. Ja, met 11 tegen 10 is het toch een andere match geworden. En die match is nu helemaal gedaan. Steven de Voer met toch een tevreden gevoel wellicht, want een punt op de eerste speeldag. Op bezoek bij Club Brugge, dat is goed. Maar er zat voor KV Mechelen uiteindelijk nog meer in.